de hoe. Hè? Hoe realiseer je eigenlijk? En hoe, ten eerste, hoe maak je eigenlijk die why waar? Hè? Hoe zorg je ervoor dat je inderdaad altijd kan blijven bestaan? Wat doe je ervoor? En hoe zorg je dat je ook die cultuur kan creëren in je bedrijf? En dat al die mensen, die medewerkers, die stakeholders daar ook in mee zijn. Want alleen kan je dat natuurlijk niet doen. Dat klopt. Heb je groot gelijk in. Nu, ik hoor u graag het woord cultuur zeggen, hè, want het is een van mijn stokpaardjes. Ik weet niet of je die uitspraak van Peter Drucker kent, die staat zo echt zo overal gegrift hier. Hè. Culture eats strategy for breakfast. Hè. Ja. Het is gewoon zo. Hè. Ja. We zijn er rotsvast van overtuigd dat als jij er niet in slaagt om een ondernemingscultuur te installeren die dragend is, dat jij van op je directiekamer plannen mocht maken, zoveel als dat je wilt, strategieën mocht bedenken, zoveel als dat je wilt, ze zullen niet werken. Ja. En ze zullen niet werken, waarom niet? Omdat je niet het engagement en de verbinding kunt maken naar de mens. Ja. Als wij spreken over cultuur, dan spreken wij over ons triple diamond model. Hè? Mm-hmm. Triple diamond model, dat je gaat dat niet in boeken vinden, dat is iets wat we zelf al jaren beleven. Hè? En eigenlijk gaat het over een drietal elementen, hè? Het woord zegt het zelf. Aan de ene kant, datgene wat de onderneming wil, hè, doen, onze ondernemingsvisie, ik heb het er juist in de why al een stukje verteld, aangevuld met de waarden, hè, met een soort speelveld. Hè. Mensen zeggen dikwijls, waarden vormen het kader waarbinnen wij, hè, maar wij houden niet zo van beklemmende dingen, van kaders. En, wij spreken liever over onze dansvloer, hè, met een aantal tegels, hè, waar we samen opstaan. En als je iets naast een dansvloer schiet, oké, goed, ja, dan kunnen we nu altijd zeggen, kom aan, kom er terug bij. Ja. Of je kunt ook weglopen van de dansvloer, dat mag. Hè. Ja. Maar die dansvloer moet voor ons het speelveld zijn. Hè. Mm-hmm. En dat zijn die waarden. Mm-hmm. En natuurlijk hebben we dan ook een missie. Hè. In welke industrie spelen wij? Wat willen we bereiken? We willen nummer 1 zijn in onze markt. We geloven in leiderschap, financiële onafhankelijkheid enzovoort. Ja. Dus dat is eigenlijk het geheel wat die onderneming wil. Mm-hmm. Hè. En daar zit ook onze strategie in. Hè. Onze klantsegmentatie, alles erop en eraan. Dat is het gedeelte onderneming, dat is de ene diamant. Mm-hmm. Maar de tweede diamant, die minstens zo belangrijk is, dat is wie is de medewerker. Hè? Mm-hmm. Onze eigen medewerkers zijn personen. Hè? En het verbinden van wat de onderneming wil met het verbinden van wat de individuele mens wil, als we die verbinding kunnen maken, dan ligt op de doorsnede daarvan, ligt eigenlijk persoonlijk engagement. Ja. En die verbinding moet je kunnen maken, want anders heb je er losstaand geheel en dan heb je die niet verbonden. Ja. Dus wat wij doen, dat is zeer intensief over onze ondernemingsvisie praten, over onze waarden, onze doelstellingen enzovoort, maar ook de ruimte bieden om met die mens in verbinding te gaan. En dan bedoel ik de verbinding veel meer dan alleen maar de skills en de intellectuele capaciteiten.